Hallo? Hallo? Micha verdwijnt, Micha verschijnt. Mijn werk is toch niet de zender aanzetten? Oh wel. Oké, wie ben jij dan? Geen idee, nee. Dat geldt ik voor de meeste mensen. Dat zoals ze jou zien, denk ik geen idee. Terwijl hier staat de winnaar van het Leids Cabaret Festival, dames en heren. En ik heb besloten om vandaag toch op te treden. Om de simpele reden dat ik mij ook wel realiseer dat al deze mensen die hier nu zitten kaartjes hebben gekocht. Nou, ik heb er met de directeur van het theater nog even over gehad. Dat is toevallig een hele goede vriend van zijn vrienden. Dat ik, als het aan mij lag, vandaag niet had opgetreden. Ik vind dit namelijk geen locatie, als die mevrouw ook op wil letten. Ik heb besloten om vandaag toch op te treden. Al heb ik er wel mijn bedenkingen bij. Ik hoop in ieder geval heel erg dat mensen niet vandaag in de krant hebben gelezen over dat gezin waar brand uit is gebroken. Want ik vertel jullie wel, als je vanavond een leuke avond wil hebben en je hebt op je netvlies kinderen met brandwonden, dan wordt het geen leuke avond. Dus probeer daar niet aan te denken. Daarom begin ik ook niet met de verdwijntruc, omdat ik weet als ik meteen begin met de verdwijntruc, dat heel veel mensen hier vanavond niet eens door zullen hebben wat de implicaties daarvan zijn. Omdat ze zo bezig zijn met die beelden van die familie. Dus wat we doen, ik begin eventjes met een stukje wat ik tijdens het Leids Cabaret Festival, dat ik met overmacht gewonnen heb gedaan. Dat is een korte act. En ik kan u nu wel vertellen, een korte act die mij de keel uitkomt. Doet mij helemaal niks, maar ik weet, het publiek vindt het leuk. En misschien ben ik iets gevoeliger voor het lot van slachtoffers dan de meeste mensen hier. Dat heeft alles te maken met het werk dat ik doe voor de Micha Wertheim Foundation. Micha Wertheim Foundation helpt slachtoffers van slachtoffers. Mensen die de foundation willen helpen kunnen dat doen door na afloop een bandje te kopen van de Micha Wertheim Foundation. Bandjes van de Micha Wertheim Foundation geven licht in het donker. Dat is symbolisch, omdat alle hulp die wij geven symbolisch is. Ik ga nu aan het werk. Maar ik wil dus wel even gezegd hebben dat ik het met behoorlijke tegenzin doe. Dan wens ik jullie een hele prettige avond. Ik zeg net, we beginnen niet met de verdwijntruc. Ik ben daar volgens mij heel duidelijk over geweest. Als ik dus zeg, we beginnen niet met de verdwijntruc, beginnen we ook niet met de verdwijntruc. Maar dan beginnen we met trek 18. Dankjewel. Thank you.
laat je horen, wat moet het worden? Giraf. Een giraf. Wordt jou goed? Een leeuw, een leeuw. Een beetje een gekke leeuw misschien. Een kameel in Afrika. Een beetje een gekke kameel. Achterwaarts gevouwen. Ik weet het al. Het is een handje. 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 Een handje. Handje. Een handje. Dank u wel. Nou, daar is hij dan, dames en heren, de winnaar van het Leids Cabaret Festival 2004. Juryprijs. En wat voor jullie misschien nog wel leuker is, ook de publieksprijs. En nu mag je klappen. Zo. Was een leuk festival, maar het was niet spannend. Heb je soms. Zijn we een beetje die verbrande kinderen vergeten? Gelukkig maar, want anders heb je geen leuke avond. Ik moet wel eerlijk zeggen, die ballonnenact, dames en heren, die heb ik geleerd van Hans Kazan. Heet die mensen Hans Kazan kennen? Hans Kazan, de goochelaar. Hij heet in het echt, heet hij natuurlijk niet Hans Kazan, is een artiestennaam. In het echt heet hij Peter Kazan. En de eerste keer dat ik met Peter Kazan, of ik zal voor jullie Hans Kazan blijven noemen, in aanraking kwam, was toen ik een snabbel had. En een snabbel, dames en heren, dat is als je... Nou, als je als artiest even veel geld, en in jullie geval misschien wel heel veel geld, verdient op een middagje. En ik had het telefoonnummer van Hans gekregen via mijn impresariaat. Die bellen dan met zijn manager. En dat is dan een heel... Hij wist niet dat ik hem ging bellen. En toen heeft hij iets gedaan wat ik heel erg bijzonder vond. Want ik draaide op een gegeven moment zijn nummer. Ik zeg, hallo, je spreekt met Micha Wert. Hij zegt, wat? Winnaar Leids Cabaret Festival, jury en publieksprijs. Ik zeg, nou Hans, dat is over een paar maanden pas. Laat u niet op de zaak vooruit lopen. Maar goed, op dat moment, ik heb Hans Kazan heb ik aan de telefoon. En ik zeg, we moeten die afspraak maken om te oefenen. Ik zeg tegen Hans Kazan, kan jij woensdag? En toen zei Hans Kazan, zonder enige voorbereiding, nee. Woensdag kan ik niet. Want woensdag, dan ben ik er niet. Ik zeg, oké. En donderdag? Was hij er weer wel? En ik weet het op de dag van vandaag niet hoe hij dat gedaan heeft. Maar ik kan je één ding vertellen. Ik heb toen al besloten, toen die dag, dat ik daar Hans Kazan, die verdwijntruc voor mij door de telefoon voelde doen. Dat als ik ooit een avondvullend programma zou krijgen, dat ik zou beginnen met de verdwijntruc. Heb ik toen al besloten. Want de verdwijntruc is wat mij betreft de ultieme illusie. Daarna is er niks meer. Ik kwam bij Hans Kazan thuis. Je moet je voorstellen, Hans Kazan woont in een groot huis. Ik loop door zijn villa heen. Grote woonkamer. Overal aan de muur hangen attributen uit de goochelgeschiedenis. Er hangen posters van beroemde goochelaars. Dus Hans Klok hangt er. Maar dus ook echt Fred Kaps, Robert Houdini, Harry Houdini, Siegfried en Roy. Goochelaars en illusionisten hangt die gewoon door elkaar heen. Maakt hem helemaal niets uit. Sommige mensen vragen zich wel eens af wat er nou het verschil tussen een goochelaar en een illusionist. Is er niet echt. Althans, het is andere seksuele geaardheid. Voor de rest is het hetzelfde vak. Nee, goochelaars die doen trucken met konijntjes en zo, doen illusionisten ook, maar die doen na afloop ook nog wel eens een trucje met elkaar. Dus dat is het verschil tussen een goochelaar en een illusionist. En ik was daar aan het kijken en op een gegeven moment hoor ik achter mij, Micha, draai eens om. Dus ik draai me om en op dat moment zag ik dat Hans Kazan op een soort ophogingtje was gestaan in zijn kamer. En toen begreep ik pas waarom de vorm van zijn kamer was zoals hij was. Want Hans Kazan heeft zijn kamer gebouwd in de vorm van een theaterzaal. Dus je moet je dat zo voorstellen, dat zijn eettafel, die stond op een soort verhoging. Als hij die opzij schoof, dan was dat het podium. En waar ik dus rondliep, dat was de zaal. Hij zei, Micha, ga zitten. Ik ging zitten. En toen zei hij, ik heb een illusie ontwikkeld en ik wil dat jij de eerste bent die hem ziet. Hij had er een maand aan gewerkt. Toen pakte hij de dimmer en hij draaide het licht een beetje zachter. En op dat moment zag ik Peter Kazan voor mijn ogen in Hans Kazan veranderen. Hij groeide als het ware. Toen deed hij dit.
Ja, u kijkt behoorlijk onder de indruk, maar dat was ik niet. Sterker nog, ik was mijn respect voor Hans Kazan volledig kwijt. U kunt dat niet geloven, maar... En ik zal ook vertellen waarom ik mijn respect voor hem kwijt was. Ik zag hoe hij het deed. Die allemaal mensen sceptisch kijken van hoe kan je dat nou zien? En bovendien, waar is die vinger? Nou, ik zou zeggen, dames en heren... Als jullie zouden weten wat ik weet, dan zouden jullie ook niet onder de indruk zijn van die truc. Zou je laten zien namelijk wat Hans Kazan doet. En als ik dat laat zien, dan begrijpen jullie waarom ik mijn respect voor hem verloor. Wat hij namelijk doet... is vlak voordat hij zijn hand sluit, laat hij zijn vinger zakken. Als je het weet is het grappig, hè? Dan denk je... oh, heb ik me daardoor in de war kunnen laten schoppen. Maar ik waarschuw jullie... hierna is er niks meer aan om die truc te zien. Want de magie is weg. Vinger zit dus daar, maar hij doet... Doe me even voor de mensen aan die kant, anders is het een beetje flauw. Hebben de mensen hier allemaal gezien hoe die gaat? En de mensen daar die zijn wel benieuwd inmiddels. Nou, let op. Wat Hans Kazan doet, is vlak voordat... Hem niet die andere mensen uitgelachen, net waren jullie ook onder de indruk. Wat Hans Kazan doet, is vlak voordat hij zijn hand sluit, laat hij zijn vinger zakken. En dan kijkt hij naar die hand. Niet naar die hand. Dat is afleiding. Dat is heel erg belangrijk. Ik ga nooit verklappen hoe ik die verdwijntruc doe. Ik ben wel gek. Dat is waarvoor ik hier ben. Maar ik kan wel zeggen dat 50% van mijn verdwijntruc is afleiding. Dus jullie denken de hele tijd van... Oh, ik ga wel doorhebben wanneer die weg is. En opeens, waar is hij nou? En dan is het te laat. Dan ben ik weg. Daarom kijkt Hans Kazan, als hij die truc doet, ook de hele tijd naar die hand. Kunt u... Ik zal u laten zien wat er gebeurt als hij het niet zou doen. Als hij het niet zou doen namelijk, moet je opletten. Dan werkt het niet. Het heeft allemaal een reden. Maar ik zag dus meteen hoe hij het doet. Trouwens, dat wil ik wel eventjes... Ik weet precies hoe dat gaat. Er zitten hier natuurlijk allemaal mensen die denken van... Oh, ik heb een truc geleerd en die ga ik thuis voor familie en vrienden ook doen. Maar ik wil mensen waarschuwen. Als je een goocheltruc oefent... Oefen hem een aantal keren voordat je hem uitvoert. Doe hem niet één keer en denk, oh, ik kan wel naar de visite gaan, het is klaar. Want het kan ook misgaan. Het kan ook misgaan en dat, nu lach je erom. Maar straks, ik zal je laten zien, een van de dingen die het meeste misgaan... is dat mensen hun hand eerder sluiten dan ze hun vinger weghalen. U vindt het grappig, meneer, maar ik zal u laten zien wat er gebeurt. Ja. En wat zijn dan de consequenties? Dan sta je daar dus. He? En dan sta je voor de visite. En hoe gaat de truc verder? Nou, ogen dicht allemaal. Nee. Heb ik een ezelsbruggetje voor jullie bedacht. Want zo ben ik. Ezelsbruggetje is als volgt. Je hebt gezegd, je geeft ze de vinger, ze nemen de hele... Hand. Nou, daar zit er een, die kent het heel goed. Nou, dat ezelsbruggetje... Nee, maar dat is niets mis mee. Dat ezelsbruggetje moet je zeggen. In je hoofd. Dan zeg je, je geeft ze de vinger... Ze nemen de hele hand. Als je dat doet, kan het namelijk niet misgaan. Moet je niet zo hard roepen als net die enthousiasme. Want dan gaat de visite denken, waarom zegt ze dat nou? En dan zet je ze op het spoor. Maar ik moet zeggen, mijn respect voor Hans Kazan... en misschien begrijpen jullie nu waarom ik dat net vertelde... was gewoon weg. Want ik zag wat jullie nu zien. Namelijk hoe hij het deed. En meer kennis is niet altijd meer geluk. He, meer kennis is vaak meer verdriet. Prediker 1, vers 18. Maar goed, dames en heren. Een paar minuten later sta ik met Hans Kazan in de keuken. En de sfeer was behoorlijk moeilijk. Want Hans Kazan zei, hoe vind je de truc? Ik zei, ja, dapper. En toen voelde hij ook wel dat ik... Hij had gehoopt natuurlijk dat ik mooi... Maar ik kan niet liegen. Maar daarna heeft hij iets gedaan waar ik wel 's nachts nog wel eens van wakker word. Dat ik denk van, hè, hoe... Hoe is het mogelijk? Wat hij namelijk daarna deed, daar heeft hij al het respect bij mij weer mee teruggewonnen. Is twee trucken op elkaar gestapeld. Een dubbele illusie. Je moet je voorstellen, we zitten met elkaar te praten. Hij komt op een gegeven moment steeds dichterbij. Zo dichtbij dat ik op een gegeven moment dacht, misschien is hij toch een illusionist. Zo dichtbij was hij. Net op dat moment pakt hij mijn neus. En ik kijk, had hij mijn neus veranderd in een duim. Nou...
Ik heb daar wel van geleerd. Ik ga niet iemand zo snel beoordelen. Want dat waren gewoon twee dingen. En dan zeg ik duim, nagel, alles. Dus sta ik er voor mevrouw. Mevrouw die zit helemaal niet meer op te luisteren. Sta ik ervoor. Oké, dames en heren, voor degenen die dat willen weten. Ik heb hem bij me. Hier is hij. De beker! Het is voor mij is het een stukje blik. Maar voor de fans is het een haast heilig reliquie. Ik ga hem even pakken. Het is, als je een beker tilt, altijd vanuit je elleboog tillen. Dat is heel erg belangrijk. Anders krijg je namelijk last van je rug. Ja, dat is een advies wat jullie helemaal nooit nodig hebben. Eigenlijk een beetje een rotopmerking, maar zo bedoel ik het dan helemaal. Ik bedoel dit echt goed, maar je moet je voorstellen, ik win die beker. Daarna word ik op iedere receptie gevraagd, overal met die beker. En als je hem dan verkeerd tilt, krijg je het in je rug. En op een gegeven moment had het zo pijn, toen moest ik echt fysiotherapie gaan doen en zo. Op een gegeven moment heb ik bedacht, weet je wat ik doe? Ik maak een voedepoppetje van mezelf. Ik maak een voedepoppetje van mezelf, doe een beetje haar van mezelf op dat poppetje. En dan kan ik mezelf masseren. Dat was een probleem, dat was de oplossing. Op een gegeven moment was er nog wat pijn over. Ben ik bij een fysiotherapeut gekomen en zei, weet je wat, we gaan acupunctuur doen. Deed hij allemaal naalden in, maar kwam ik thuis, was mijn voedepoppetje dood. Mevrouw, u lacht nou weer, hè? Mag ik vragen waarom? Ja, ik vind het humor. Je vindt het humor? Ja. Als je het niet begrijpt, lacht dan niet. Nee, maar serieus. We zitten hier niet op school. Het was een omdraaiing. Daarom was het grappig. Niet omdat het humor is. Dat staat misschien op het kaartje. Maar het is wel iets gecompliceerd. Nee, maar... En dat geldt voor iedereen, hè, vanavond. Als je iets niet begrijpt... Dan kan je beter even je vinger opsteken en zeggen, meneer Wertheim, ik begrijp het niet helemaal. Dat heb ik veel liever dan dat je gaat zitten lachen omdat je bang bent dat de mensen om je heen anders door zouden hebben dat je het niet begrepen hebt. Want ik geef je op een briefje 20% van de mensen die hier zit, snapt er ook niets van. Even een foto doen, maar dan ga ik echt door, hè. Ik ga niet de hele avond nu een soort handtekeningssessie doen. Ik heb dit steeds vaker. Je wordt op een gegeven moment natuurlijk als artiest herkend. Ik word vooral herkend als ik opsta te treden, moet ik zeggen. Dan is er... Ja, dan zeggen mensen, hey, dat zal Micha Wertheim wel zijn. Ups, oké. Okay. Hij komt er meteen uit. Alsjeblieft. Handtekening? Ja. Nee, maar kijk nou eens eventjes naar hoeveel mensen daar zitten. Die hebben allemaal al gewacht. Nee, maar wacht nou eventjes. Wil je ook vrienden met me worden? Want dat gaat niet gebeuren. Je krijgt nu een foto en dan is het op een gegeven moment klaar. Alsjeblieft. En wat zeg je dan? Nu nog niks. Dit is dus het soort publiek, dames en heren. Maar wat zeg ik? Jullie zijn allemaal precies zo. En dan? Dankjewel. Nou, goh. Zullen we nog even de kranten kijken van toen ik het Leids Cabaret Festival won? Wat heb ik hier? Parool. Telegraaf. Nou, die kennen jullie zeker. Parool staat... Nou, ik moet wel zeggen, dat is wel opmerkelijk. Ik heb hier dus de kranten van toen ik het Leids Cabaret Festival won. Toen was ik een genie. Toen kreeg ik overal te horen. Micha Wertheim, geniaal, briljant. Je zou zeggen, we hebben heel veel kranten in Nederland, maar ze schrijven elkaar allemaal na. Het is Micha Wertheim is briljant of Micha Wertheim is geniaal. Er is geen één journalist die probeert uit te leggen waar het over gaat. Een jaar later... Ga ik in première. En dan kan je twee dingen doen. Hè? Als je in première gaat, kan je twee dingen doen. Je kan denken, ik ga eeuwig door met wat ik al jaren doe. En ik ga ballonhondjes vouwen. Maar ik dacht, nee. Mijn taak als cabaretier is om de grenzen van het cabaret op te zoeken. Dus ik ben opgekomen. Ik heb mijn verdwijntruc gepakt. En binnen 2 minuten was ik weg. Nou, je had de kranten moeten lezen. Begreep je er helemaal niets van. In de Volkskrant had een van de Pipo had geschreven... hij kwam niet eens terug voor applaus. Nee, verdwijntruc. Wat willen ze dan? En ik was even wegtruc en dan kom ik buigen. Totaal. En de andere kant... ik weet natuurlijk zelf niet, maar het blijkt dat het publiek... gewoon al na 10 minuten al begon te praten en wegliep. Mensen kunnen zich niet concentreren. Ja, nou ja, het staat heel vaak, Wertheim is een groot talent. Hè? Aan alle kanten staat, Wertheim is een groot talent. En dan ga je op een gegeven moment jezelf afvragen, wat is dan talent? Wat onderscheidt mij
van dat soort mensen. En toen kwam ik al heel snel tot de volgende definitie. Talent, dames en heren, is het vermogen je eigen beperkingen te kennen. Talent is niet iets, oh, hij heeft heel veel talent. Nee, talent is gewoon dat doen wat je wel kan. En als je dat wat je niet kan, niet doet, dan blijft wat je wel kan over. Dat is talent. Dus ik kan ook sommige dingen niet. Moet je me niet zo met lege ogen aankijken. Tuurlijk zijn er dingen die ik niet kan. Even. Nou, ik heb mezelf wel eens een keer geprobeerd te overschatten. Lukte niet. En daar moet je dan vrede mee hebben. Deed ik mee aan een IQ-test, had ik meer antwoorden goed dan er vragen waren. Oké, okay, categorisch imperatief. Niemand? Grondbeginsel van denken van Kant. Was geen vraag, maar ik wist het toch. Maar goed. Zijn jullie klaar voor? Sommige mensen vinden me arrogant. Maar daar spuug ik op. Dus mensen hebben geen enkel idee. Misschien is het een goed moment om eventjes een paar dingetjes even duidelijk te krijgen. Want ik heb voor de zekerheid, omdat het is natuurlijk niet de eerste keer dat dit gebeurt. Dat mensen een beetje geïntimideerd zijn. Het is, en trouwens, laat je niks wijsmaken. Er wordt nog wel eens gezegd, cabaretpubliek is dom. Dat is niet waar. Jullie zijn misschien wat minder ontwikkeld. Dat is een heel groot verschil. Dan kan je nog ontwikkelen. Zeggen mensen, Micha, je moet je publiek niet beledigen. Nou, dit is mijn publiek natuurlijk niet. Zo, mijn publiek zit thuis Spinoza te lezen. Winnen is arrogant. Dit, dames en heren, is een misverstand waar ik iedere dag weer mee te maken krijg. Weet je wat arrogant is? Meedoen aan het Leids Cabaret Festival terwijl je weet dat Micha Wertheim in de finale staat. Dat is arrogant. Verliezen is arrogant. En dat is voor de meesten hier misschien niet zo'n leuke boodschap om te horen. Maar dat is wat er aan de hand is. En ik word erop afgerekend. En het zit in onze hele maatschappij. Hè? Het is niet alleen maar op het podium. Overal waar ik kom merk ik dat mensen die verliezen veel meer kansen krijgen dan de mensen die winnen. Ik heb hier een foto, deze heb ik uit de krant gehaald. En daar wil ik toch wel eventjes aandacht voor hebben. Bejaarden. Niets mis met bejaarden, wou ik zeggen. Maar dat is onzin. Heel veel mis. Maar dat is aftakeling. Daar kunnen zij niks aan doen. Maar waar zijn deze bejaarden? Deze bejaarden zijn in een gymzaal. Voor welke wedstrijd denken die bejaarden nog op tijd in vorm te zijn? Er is toch een moment in je leven dat je de knop moet omzetten. Dat je denkt, hey, goud bij de Olympische Spelen met de turnen. Ik denk niet dat ik het nog ga meemaken. In mijn luierplassen in de eetkamer? Misschien. Bejaarden zijn... Want op dat moment zouden er in de gymzaal daar natuurlijk ook kinderen van 3 kunnen trainen. Of willen we geen goud over 10 jaar bij de Olympische Spelen met de turnen? En het geldt niet alleen voor bejaarden. Het geldt voor veel meer groepen. Ik heb hier een foto van gehandicapten. Gehandicapten zelf snappen namelijk maar al te goed dat als je een handicap hebt, dat je minder talent hebt. Een handicap is namelijk dat je iets niet kan. Het is gewoon dat je bijvoorbeeld, als je geen benen hebt, heb je minder talent om hard te lopen. Daarom is het zo stuitend dat die mensen dan toch een Olympische Spelen hebben. Want je zou zeggen dat ze daar dus nou net geen talent voor hebben. Nee, maar dat is toch een waanzinnig idee. Van, hé, ik kan iets niet. Ja, dan moeten we een Olympische Spelen organiseren voor andere mensen die dat ook niet kunnen. Nee, kom op, zeg. Dan wil ik wel een Olympische Spelen voor mensen die minder snel kunnen rennen dan Micha Wertheim. Kijk hoe spannend dat wordt. Het is nou eenmaal zo. Nee, het probleem is dat niemand het tegen ze durft te zeggen. Terwijl ze snappen het zelf ook wel. Als je geen benen hebt, dan zal je daarbij neer moeten leggen. Hè? Misschien heb je daar dan ook weer hulp bij nodig. Maar so be it. En ik heb dit ook wel eens gezegd waar gehandicapten bij waren. Wat zegt u? Nee, maar dat is naar aanleiding. Ze komen er niet in. Naar aanleiding van dingen die ik heb meegemaakt. Er lag een keer een mevrouw in een bed op de eerste rij. Nou, zo iemand snapt zelf natuurlijk ook. Dat is 4 stoelen, hè? Zo iemand snapt zelf ook wel dat hij de grenzen opzoekt van wat maatschappelijk aanvaardbaar is. Dus ik vertel dit verhaal, die hele zaal valt stil. Van, oh, daar kan je niet zeggen waar ze bij zijn. Dus wat doe ik? Ik geef die mevrouw een lolly. Om het goed te maken. Gehandicapten zijn dol op lollies. Je kunt dat grappig vinden. Maar dat is... Het zijn gewoon mensen, hè? Mensen houden van lollies, dus gehandicapten ook.
Het is niet een hele rare bewering die ik hier sta te noemen. Nee, want dat meisje in de rolstoel, er zat een keer een meisje in de rolstoel op de eerste rij. En toen dacht ik bij mezelf, ik kan dit gewoon zeggen, zij snapt dit zelf ook wel. Die zaal vond het verschrikkelijk dat ik over gehandicapt praten waar iemand in de rolstoel bij is. Een paar maanden later kom ik dat meisje op straat tegen. En zij komt naar mij toe, zit dan in een rolstoel en zij rijdt zo naar mij toe met een pookje. En ik liep op haar af, ik herkende haar meteen. Ik heb heel goed geheugen voor mensen met een afwijking. En toen wilde zij mij wat zeggen. En daar moet je dan ook de mensen de kans voor geven. Dus wat ik deed, ik ging met haar praten. Maar zij pakte toen een soort plastic ABC'tje tevoorschijn. Want zij kon dus niet praten, bleek. En zij moest met haar vinger letter voor letter woorden maken om mij te vertellen wat ze dacht. En toen duurde zo lang, heb ik haar handje gepakt en heb ik haar zo... Dank u wel, meneer Wertheim, voor een schitterende avond. Ik heb ervan genoten. Dus ze had ervan genoten. Kom niet bij mij aan met het verhaal dat gehandicapten dat niet zouden snappen. Voor diegenen die nog aarzelen waarom ik de winnaar van het Leids Cabaret Festival ben, heb ik een grafiekje gemaakt. En op dat grafiekje zie ik dat ik op zowel alle punten gewoon de concurrentie verpletterd heb. Dus laten we daar alsjeblieft niet mee doorgaan, hè? Ik heb gewonnen van... heel veel mensen heb ik van gewonnen, maar zeker van Tieners en zijn toeter. Wel, Tieners was nog wel grappig, maar daarna heeft de jury gezegd... als je een chromosoom te veel hebt, dan moet je niet meedoen aan een cabaretfestival. Ik denk dat dat een goede beslissing is geweest. Maar ik heb dus gewonnen op timing, kwetsbaarheid, improvisatie, engagement. Wat improvisatie betreft, dat wil ik dan wel eventjes... Ik ga het niet allemaal nu doen. En nogmaals, ik heb het een beetje gehad met wat ik daar toen allemaal gedaan heb. Maar ik kan wel eventjes... Ik heb een imitatie gedaan. Dat wil ik wel zeggen, als ik iemand imiteer, hè, niet meteen denken van, waar is Micha nou? Dat is niet de verdwijntruc. Dat is gewoon een imitatie. Dan doe ik iemand anders na. Maar ik wil best even improviseren. En improvisatie, dat is, het is eigenlijk heel simpel. Er zit daar een jongen. Ik ga aan jou vragen hoe je heet. Daar begin ik mee. Maar de mensen achterin verstaan dat misschien niet. Dus dan herhaal ik even hoe jij heet. Maar dan trek ik dan een gezicht bij van, dat is een gekke naam. Dat is voor jou niet leuk. De rest van het publiek vindt dat prachtig. Die vreten dat op. Nou, hoe heet je? Stijn. Leuk, hè? Ja, dat is een kwestie van timing en intuïtie, hoe ik dat doe. Maar het is nog maar het begin van deze improvisatie. Wat ik hierna namelijk ga doen, dan ga ik aan Stijn. Ga ik vragen, Stijn, wat doe je op het moment? Nou, Stijn zit een beetje vooraan. Er is een grote kans dat Stijn dan denkt van, ik ga iets slims zeggen. Ik ga iets leuks zeggen. Dus dan heb je van die piepo's die zeggen van, wat doe je? Zeg, ik zit naar Micha Wertheim te kijken. Dat is een beetje wat mijn vader altijd deed, vroeger aan het ontbijt. Dan vroeg ik, papa, mag ik de pindakaas? En dan zei hij, ja hoor. Wanneer wil je hem hebben? Nou ja. Dus. Maar mijn vader zit nu in een verpleeghuis. Dat hij op, kom je nog eens een keertje langs? Dan zeg ik, ja hoor. Stijn. Ik ga jou zo vragen wat je doet op het moment en dan bedoel ik wat voor werk jij doet. Nou is de grap natuurlijk dat Stijn, wat hij ook zegt, ik ga dat verkeerd begrijpen. Dat is hoe ik te werk ga. Dus stel, hè, het is gewoon eventjes hypothetisch. Stel, ik zeg, wat voor werk doe jij? Hij zegt, ik werk bij een bank. Dan zou ik wel eens zo kunnen zeggen, werk je ook wel eens bij een kruk? Ja, denk er even over na. Hij bedoelt natuurlijk de AMRO Bank. Hij bedoelt, of de Rabobank of zo. Hij bedoelt helemaal niet bij een bank. Maar ik... En dat is natuurlijk ook mijn taak en mijn gave, als we daarvan mogen spreken. En ik denk dat we dat wel kunnen. Ik zie dus meteen 100 mogelijkheden om te gaan associëren. Dus ik ga, wat jij straks zegt, ga ik ombouwen tot een hele constructie van associaties en goede ingevingen. Nou ja, spannend. De vraag is dus nu, wat doe je op het moment? Ik werk achter een bar. Je werkt achter een bar. Oké, dat klinkt alsof je alcoholist bent. Nee, achter een bar. Achter een bar, hangt er vanaf wat de achterkant is. Ja? Dus heb je dan wel eens op de dansvloer gewoon op een gegeven moment zo iemand voorover geduwd en zo kaart in zijn kont geneukt? Ze lachen al. Ik ben niet meer geïnteresseerd in je antwoord. Ik wil even doorgaan namelijk op waarom er gelachen wordt als ik kont neuken zeg. Daar is een verklaring voor. Kijk, aan de ene kant hebben we een publiek, willekeurig waar. Hè? Aan de andere kant hebben we de winnaar van het Leids Cabaret Festival. Dat zijn twee entiteiten
die onvergelijkbaar zijn. Die zijn zo anders dat het onmogelijk is om als het ware enige vorm van contact of uitwisseling tot stand te brengen. Mijn taak is om in ieder geval die schijn te werken. En dat doe ik door heel hard konneuker te zeggen, want dat vinden mensen leuk. Dat heet incommensurabiliteit trouwens. Dat heet incommensurabiliteit. Als je niet in staat bent om twee dingen met elkaar te vergelijken. Dat is een moeilijk woord, hè? Zeg maar eventjes. Incommensurabel. Nou. Tuurlijk krijg je een lolly. Een grote kans dat ze al 10 keer is gekomen en heel erg hoopt. En ook geoefend. Heb je geoefend op het woord? Alsjeblieft, heb jij een lolly? En je bereikt niks bij mensen als je ze niet ook beloont. Ja? Stop hem maar in je mond, maar haal eerst het papiertje eraf. Dat zeg ik omdat als je een nieuw woord leert, is het net alsof je voor het eerst een snoepje krijgt waarvan je nog niet weet wat de gebruiksaanwijzing is. Hè? Kind steekt een lolly in zijn mond met het papiertje er nog in. Weet je waarom? Omdat hij niet begrijpt wat het is. Nou, incommensurabel heb ik nu uitgelegd wat het is. En nu kunnen jullie dat woord misschien eens gaan gebruiken. Nou, de meeste van jullie zijn na vanavond vergeten. Maar zijn er een paar die waarschijnlijk over een week of wat tegen elkaar zeggen: hé, hey, incommensurabel, dat woord daar in de krant. Ik weet wat het betekent. En van die paar mensen zijn er ongetwijfeld een paar die over een half jaar in een conversatie zichzelf opeens het woord incommensurabel horen gebruiken. En die zijn dan misschien een beetje vervreemd van hun familie en hun vrienden. Maar ze hebben een stapje genomen op de ladder van de kennis. Maar de probleem is dus, die twee maken geen contact. En mijn taak als entertainer is om te zorgen dat er weer contact ontstaat. En er is één manier die vaak gebruikt wordt en dat is kontneuken. Ja, dat vinden mensen leuk. Zie je? Of je het nou zegt, meneer, of dat je het laat zien. Mensen vinden het altijd prettig. Maar als je nou de ballonnenact neemt, hè, die dus door Micha werd en wordt ingezet. Het is gewoon even een samenvatting. Dan zie je dat interpretatie, betekenisgeving, want daar gaat het in wezen om. Het vermogen is van een kunstenaar zijn publiek te raken. Maar het publiek staat tussen de kunstenaar en dat kunstwerk in. En daar drijft, als het ware, onze beschaving op. En begrip of de verlossing. Kijk, er zijn heel veel manieren om te zeggen, maar wat de essentie is, dat is nihilist. Muziek staat boven alles. Verheven. Ja. Nou. Nu een beetje duidelijk. Soms zit er iemand met een dwangneurose in het publiek en die kan zich dan niet concentreren als ik de lijntruc doe. Ik heb die ballonnentruc niet zelf geleerd, daar moet ik er wel bij vertellen. Ik heb hem geleerd van Hans Kazan. Ken je mensen Hans Kazan? Hij heet helemaal geen Hans Kazan, dat is een artiestennaam. Eigenlijk heet hij Peter Kazan. En Hans Kazan, die heb ik op een gegeven moment ontmoet toen ik er snap. Heb ik dit al gedaan? Ja? Oh, dan zet ik de radio even uit. Moet ik ook mezelf aanleren om niet. Ik sta naar een interessant interview te luisteren met die Jack Spijkerman. Ja, ik wil dat dan toch even weten wat zo'n man drijft en waarom hij zo is. Ik zet het eventjes. Ik kan ook heel goed improviseren. Maar ik kan ook heel goed imiteren. En Jack Spijkerman was daar natuurlijk een beetje. Heel veel mensen waren ook echt die zeiden van, oh, het gaat hem nooit lukken om bij Talpa hetzelfde te doen. En ik zei, nou, het gaat hem nooit lukken om eens een keer wat anders te doen. Maar goed, dat is een verschil van me. Ik kan hem nadoen. Ik zal hem heel even imiteren. Dat is wel leuk. Niet schrikken, dus het blijft gewoon Micha. Ik doe het even zo. TV, hè, allemaal met littekens, dat doe ik nu niet. Ik doe het gewoon even zo. Hallo, ik ben Jack Spijkerman. Weet je waarom het nou zo eng is dat het lijkt? Wat je doet als je iemand imiteert, je neemt een klein stukje van iemands karakter en dat trek je een beetje uit. En in dit geval heb ik zijn verstandelijk vermogen genomen. Maar ik had ook zijn talent kunnen nemen, had ik wel heel erg lang moeten trekken natuurlijk, voordat dat zichtbaar werkt. Maar ik wil even één ding uitweren. Mensen zeggen, hij verdient nu zoveel meer bij Talpa. Hij verdiende ook al heel veel bij de VARA. Laten we iemand niet afserveren op wat hij verdient. Hè. Jack Spijkerman heeft destijds, en dat wordt nog wel eens vergeten, heeft destijds ten tijde van de apartheid, heeft hij op de radio dagelijks, zonder gevaar voor eigen leven, opgeroepen om niet bij Shell te tanken. En dan kan je cynisch zijn en dan kan je zeggen, ja, maar hij tankt nu wel bij Shell. Ja,
nou en? Toen niet. Ja, maar Shell, in Zuid-Afrika zit Shell nog steeds en nu hebben ze daar een regering die AIDS ontkent. Ja, en Shell zit in Nigeria en daar worden mensenrechten geschonden. Ja, het gaat er bij principes niet om wat je ermee doet. Het gaat erom dat je ze hebt. En Jack Spijkerman heeft ze tenminste. Zijn jullie er klaar voor? Yeah. Let's get it on! Nou, dat is, op zich is er helemaal geen man overboord, want... Ja, heel veel mensen... Ja, wacht, ik pak eventjes... dit kan ik wel repareren. Pak even naald en draad dan. Dat is niets wat we niet kunnen verhelpen hier. Dat is zo te repareren. Nee, die hele... Mensen denken wel van, oh jeetje... Hoe doet hij dat, hè? Die zien alleen maar een soort virtuose choreografie. Maar dat is eigenlijk voor mij alleen maar een excuus om mijn materiaal te testen. Dus ik controleer... Ja, jullie zien dansen, maar ik controleer zit de hoepel goed. Ja, ik controleer sta ik goed. En ik controleer of er geen gaten in zitten. Nou ja, ik vind er dus zo een. Nou... Is er weinig. Zijn er vragen? Heb jij een vraag? Want ik zie je dat zegt. Zeg maar. Mag hoor. Ik kan beter nu vragen, want straks ben ik weg. Dan is het te laat. Wat mij betreft was ik al lang weg geweest. Waarom ben je zo? Ja... Wat is dat nou? Nee, maar sommige mensen vragen mij wel eens van... Oh, Micha, vind je zeker leuk om op te treden? Nee, vind ik helemaal niet leuk. Ik doe dit omdat ik... Toen ik 7 jaar oud was... ben ik een keertje aandacht tekort gekomen. En ik denk dat als je dat hebt meegemaakt... Dat haal je nooit meer in. En dan is het aan mij de taak om te zorgen dat ik niet nog een keer aandacht tekort kom. Want de aandacht tekort, dat is een soort litteken wat je hebt. Als ik het over aandacht tekort heb, dan heb ik het te zitten als het ware. En ja, mensen zeggen, hè, jij een litteken zien alleen een knappe jongen. Maar daaronder zit een heel groot litteken. Een gapende wond.
En die zal... Ik moest laatst in Volendam optreden. En toen vergeleek ik dat litteken met zo'n jongen... wiens gezicht verbrand is. Dat is misschien niet helemaal een eerlijke vergelijking. Want misschien is zo'n jongen er al lang, is zo'n jongen het al lang vergeten. Maar ik moet nog iedere dag... Nog iedere dag van mijn leven... Zal ik, en dan kan ik... Moet ik zorgen dat ik aandacht heb. En als ik geen aandacht... Ik ben wel eens op een feestje, hè? En dan denk je, oh, leuk, op een feestje. Maar dan neem ik dus altijd de beker mee. Zodat mensen denken van, oh, kunnen we op de foto met de beker? Want als zij op de foto gaan met de beker, hebben zij aandacht. Dan heb ik ook aandacht. En dan doe ik ook echt wel een handtekening. Maar soms zijn er dus mensen die zeggen van, nee, je mag de beker niet meenemen. Waarom niet? Ja, omdat je vorige week zijn we ook op de foto geweest. Nou, en? En dan moet ik dus zorgen dat ik in een kamer vol mensen die ik niet ken... de aandacht op mij gevestigd weet. En dat doe ik door verschrikkelijke verhalen te vertellen... over wat ik allemaal heb meegemaakt. Ik begin altijd met dat ik... Ik heb namelijk een hartafwijking, een ventricul septum defect. Dat is dat er een gat in tussen de twee wanden van je hart zit. Nou, dat is gewoon een goed verhaal. En dan luistert iedereen. Dan krijg je altijd andere mensen die zeggen... Ik heb een keer in coma gelegen. Ik zeg, wat herinner je je dan van? Niets. Nou, vallen ons er dan niet mee lastig. Maar als er iemand te lang doorgaat, dan gaat bij mij dat litteken in open. Hè? Dan is het pak, 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 pak. Dan is het alsof er iemand met een kaasschaaf over het wangetje van de jongen in Volendam gaat. Dat is het, ja. Dat is wat ik dan heb. En nou ja, daarna vertel ik dan weer wat ik nog meer heb. Ik heb een liesbreukoperatie gehad, vertel ik dan weer over. Krijgen we andere mensen die andere verhalen vertellen. Gaat zo heet het is dat er kankerpatiënten tussen zitten. Nou, dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt. Dat als er mensen zijn die op een feestje de sfeer kapot kunnen maken... dan zijn het wel kankerpatiënten, toch? Kankerpatiënten hebben namelijk met elkaar afgesproken dat wat zij hebben zo erg is... dat jij dan niet meer mag zeggen dat wat jij hebt ook erg is. Wacht even, dat ben ik. Ik hang hem ook meteen. Sorry, normaal ben ik om deze tijd al lang weg en dan bel ik altijd even de voicemail op om te vragen of er nog nieuwe berichten zijn. En als ik dan niet gebeld heb, wordt dat meisje ongerust. Ik zet ook eventjes een paar dingen weg. Straks ben ik weg en die beker is niet verzekerd. Dus dan gaat het publiek er vaak mee aan de haal. Waar was ik nou? Oh ja, de Holocaust. Want als je dus... Als ik oog in oog sta met iemand die kanker heeft... is het heel moeilijk voor mij om zo geen duidelijk te maken... dat hij het gewoon zijn mond moet houden en dat ik de aandacht verdien. Dus iemand weet niet van wat er met mij aan de hand is, hè? Dus wat ik dan vertel ik... Dan vertel ik dat ik Joods ben. Dan moet ik daar wel bij vertellen... ik heb de Tweede Wereldoorlog niet persoonlijk meegemaakt. Maar dat geldt voor de meeste mensen van mijn generatie, moet ik zeggen, hoor. Ik heb... Maar ik ga wel altijd naar de Auschwitz-herdenking toe. En daar ga ik een beetje voor aanstaan. Dus in het Wertheim-plansoen. Maar... En ik kom daar ook een beetje, omdat ze dan alle namen voorlezen van Joden die vermoord worden. Dus ik kom er vooral voor de W van Wertheim. Maar dan moet je heel lang wachten, want ze beginnen dus gewoon bij de A. Tegen de tijd dat ze bij de W zijn, dan is het vaak al gewoon middernacht. Dan is bijna iedereen weg. Ik ben naar het Auschwitz-comité gegaan en ik heb gezegd, luister, als het op die manier moet, dan had van mij de hele Holocaust niet gehoeven. Een voorbeeld van dat ik dan weer slachtoffer ben van andere slachtoffers. Slachtoffers.